Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is al even geleden. Ik had het gewoon heel erg druk. Nog steeds eigenlijk, maar nu had ik de rust om in ieder geval even een video op te nemen. Haar dacht ik, doe ik even naar achteren. Want zoals je ziet heb ik nog een blote billengezicht. Want ik heb een aantal nieuwe producten die ik graag wilde testen. Ik was geïnfluenced door TikTok met een bepaald ding. Ga ik zo laten zien. En ja, toen ben ik gewoon een beetje verder gaan rondstruinen op make-up must-haves. En toen vond ik nog een aantal andere dingen. En ja, je weet hoe dat gaat. Op een gegeven moment zit je bijna aan het gratis verzenderbedrag, maar nog niet helemaal. En dan denk je, ik kan verzendkosten betalen of nog een product uitkiezen. Heb ik dat gedaan en ik kreeg ook nog iets gratis bij, weet ik veel. Dus ik heb een aantal producten. Dus het leek me leuk om een aantal daarvan op mijn hoofd te gaan testen vandaag. Het zijn allemaal budgetproducten. Ik heb de baas al gedaan. Dus, laten we beginnen. Wat zal ik doen? Zal ik eerst even gewoon een klein beetje de producten laten zien? Deze ga ik meteen ook opsmeren. Ik heb de Burt's Bees Lip Shimmer in abrikoos. Ik ben niet zo heel erg van de lipproducten. Zoals jullie wel weten. Maar soms heb ik ineens een bevlieging en dan denk ik, dat is leuk. Ik denk dat dit zo ook moet. Niet zeker. En dan wilde ik een beetje dat ik heb dus een lipproduct ook als cadeautje gekregen. Maar ik heb ook nog een ander lip setje besteld. Maar ik ga beginnen met deze. En dan kunnen we straks die andere eroverheen smeren. Oké. Okay. Nou, het is iets donkerder dan ik dacht. Ik heb natuurlijk wel zitten kijken naar swatches en zo. Het is deze kleur, wat donkere roze. Maar als het goed is, is hij een beetje sheer. Oh ja, ja, dit is top. Ruikt niet naar abrikoos, maar een soort van beetje een tijgerbalsem of zo. Oké, hij draait wel. Hij draait wel uit, maar niet meer in. Oké. Okay. Ja, hij ruikt echt een beetje naar tijgerbalsem. Ik had meer een abrikozen vibe bedacht, maar nee. Maar dit is gewoon, ja, een soort labello, maar dan anders. Maar wel met een heel natuurlijk kleurtje. Het is eigenlijk wel precies qua kleur waar ik naar op zoek was. Dat is top. En dan gaan we eerst maar eens wat doen aan die ogen. Ik heb een aantal dingen. Wat gaan we doen? Ik heb een aantal losse oogschaduwen. Want ik merk dat als het zomer is, dat je toch gewoon wat sneller eventjes werkt. Dus dan doe ik vaak één kleurtje. Maar dan heb ik wel vaak ook dit paletje van Nikki. Het is wel een beetje ranzig, sorry. Dit palet. En dat is gewoon allemaal natuurlijke kleurtjes. Maar dan pak ik vaak één of twee kleuren en dat is het dan. In de zomer. Dus ik dacht, dan vind ik het wel weer leuk om om gewoon wat mono oogschaduw ook te testen. Hallo. Ik heb deze van Freedom. Dit is de Gilded 220. Dan zullen we even kijken welke we gaan doen. Het is een beetje een paarsige kleur. Een beetje taupe. Maar dit is altijd wel eens een hele makkelijke one swoop. En ik dacht, hij is ook niet te donker. Een beetje bronzy, maar ook een beetje taupe. En nou ja, je zou zeggen, wat doe je dan hier nog mee? Maar ik vond het toch echt twee andere kleuren. Het zijn ook twee echt andere kleuren. Deze is van Nabla. Ik was sowieso al benieuwd naar Nabla. Ik heb daar nog nooit iets van gehad. Maar het oog dat het was een heel mooi merk. Dit is de Nabla Interference. Ook een mono. Beetje dezelfde hoek. Hoe gaat het open? Weer een vraag. Ja. Maar dan iets, een iets koelere tint. En een beetje meer grijs. Oh, dit is wel heel mooi gepigmenteerd. Kijk, nu zie je wat veel. Zie je het echt wel? Dit is wat warmer, dit is wat koeler. En dat vind ik soms ook heel mooi. En ik had daar een hele mooie van, maar die kan ik niet meer vinden. Dus die heb ik misschien wel gedaan. Dat gebeurt ook wel eens. Dus dit is ook zo'n hele makkelijke one swoop. Maar ik heb ook een paletje. Ik weet waarom, maar ze hadden allemaal van Revolution al een soort Friends lijn. Of een soort, een Friends lijn. En om een van de redenen vond ik het oogschaduwpalet van Ross leuk. Ik denk, Ross lijkt mij niet het type wat oogschaduw draagt, maar fine. Het ziet er zo uit. Dus hier zie je ook ja, de woonkamer, zeg maar. En dit is dan weer wel een palet, maar dan zo eentje waarvan je denkt, die, nou, niet dat ik op vakantie ga, maar leuk voor op vakantie. Nou, het is eigenlijk hetzelfde plaatje nog een keer.
gezien dat er eentje heet Leather Pants. En dat is natuurlijk, voor wie Friends heeft gekeken, weet dat dat een toppertje is. My Sandwich, Leather Pants, Break, Dinosaur, Fossil, White Teeth. Die ken je misschien ook nog wel. Juicebox, Keyboard en Unagi. Ik ga het eventjes het plakkertje eraf halen. Dan kunnen we het een beetje zien. En dit vond ik gewoon hele fijne zomerse kleuren. Ik heb geen idee. We gaan eventjes een matte en een glossy pakken. Deze twee. Zo lang geleden dat ik dingen heb geswatcht op beeld. Heb ik nog een plekje over. Dat kan ik zo meteen niet uitleggen. Hop. Kijk. Echt een bruine, een beetje een koperbruine kleur en een fijne shimmer. Die shimmer is echt wel lichter dan het doosje doet vermoeden. Maar ik vind het wel een hele mooie kleur. Maar het is niet deze kleur, zeg maar. Het is meer een champagne kleur. Ik ga nog even kijken hoe dat dan zit met die gouden. Die oogt wel echt goud. Oh ja, die is echt wel goudkoperig. Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik laat ze even allemaal kort zien. Dan gaan we zo eens even kijken wat we op mijn hoofd gaan smeren. Het product waar het eigenlijk om ging. Waar ik deze shoplog zeg maar eigenlijk mee begon. Oh, waarom zit dit zo vreselijk dicht? Even openmaken met een pincet. Waarom ik dit ook met mijn blote billen gezicht doe, dat weet ook helemaal niemand. Maar zo. Dat is namelijk een blush slash highlighter. Maar zij gebruikt het op haar ogen. En dat vond ik ook helemaal in de categorie zomers. En we doen lekker weinig producten. Het is de Blushing Heart. Ik heb deze al heel vaak gezien van I Love Makeup. Blushing Heart is volgens mij gekopieerd van Too Faced. Die heb ik namelijk ook volgens mij voorbij zien komen voor 6 keer zoveel geld. Nou, het doosje. Het moet je smaak zijn. Ik vind het niet helemaal mijn ding. Het is ook heel groot en onpraktisch. Maar dit is het product waar het om gaat. En zij gebruikte dit dus echt op haar wangen en op haar ogen en alles. En ik dacht, yes, dit is het. Dus die gaan we zeker zo gebruiken. Maar ik vraag me, dit doosje mensen. Dit is toch zo onpraktisch. Ik ga een swoesje doen van alles. Door elkaar. Maak het uit. Het is gewoon een hele mooie glow. Dus ik zag dat ook helemaal gebeuren. Lekker in de zomer. Verder heel simpel. En toen was ik ook een beetje, zat ik helemaal in de glanzende shimmer hoek. En toen zag ik deze. Ik moet eerlijk zeggen dat hij op de beelden er iets anders uitzag. Maar fine. Dit doet natuurlijk heel erg denken aan de Shimmer Bricks van Bobbi Brown. Dit is de, hij heet ook Shimmer Brick. Van Revolution. De Shimmer Brick in Rose Gold. Nou heb ik ook Shimmer Bricks van Bobbi Brown. Die ik trouwens wel even weer ook uit de kast moet pakken. Want het is natuurlijk echt iets heerlijks voor de zomer. Maar deze. En dat was omdat ik de laatste tijd weer heel erg into de bronzer ben. Ik gebruik nu ook deze vaak. Van Benekos. Dit is een Natural Fresh Bronzing Duo in Ibiza Nights. Ik moet dat zo lachen in wij zeggen gewoon Ibiza. Maar die Engels zeggen altijd Ibiza. Goed. Deze, en die, nou daar ben ik echt, dat laatste smeer ik dat heel graag op mijn hoofd. Maar ik dacht, ik vind er een beetje glow bij, dus daar had ik deze voor bedacht. En dat is gewoon, je kan hem natuurlijk ook los eigenlijk hetzelfde gebruiken als die hard, zeg maar. Dat je dit bijvoorbeeld in je binnenste ooghoek doet. Maar het is best wel gepigmenteerd en dit, nou ja, weet je, dus het is best wel en je kan hem dus als één swoosh doen, maar het oogt heel gepigmenteerd. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Even kijken. Echt. Super gepigmenteerd. Nou, interessant. En dan dit. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Dit is de Awesome Dual Eyeliner. Mijn eyeliner, ik gebruik nu het eyeliner, mijn oogpotlood was op. Dit is ook van de Makeup Revolution. En ik dacht, nou, ik ga dit eens testen. Alleen, ik vraag me nu, kijk, want dit dacht ik, dit is handig. Dit is gewoon een potloodje wat je kan uitschuiven. Gewoon mooi zwart. Maar als het goed zit aan de andere kant, dit. Ja, daar kan ik echt niet mee omgaan. Maar we zetten het toch even een streepje. Niet super zwart. Maar ik kan gewoon geen eyeliner zetten. En het komt denk ik ook een beetje omdat ik hooded eyes heb. Dus ik vind het heel moeilijk om zeg maar mijn oog wat zeg maar zo zit, zo te krijgen. Kan maar echt.
Maar ik wilde hem dus vooral gebruiken voor het oogpotlood. Want dat gebruik ik dan wel vaak. Maar dan maak ik dus geen flik. En een eyeliner vind ik ook vaak net wat hard. Mijn oogpotlood vervaag ik vaak. Zo, we zijn al lekker lang aan het kletsen, merk ik. En dan als laatste deze lipkit. De Rachel, ook van Revolution. Nou was ik natuurlijk gek op Rachel in Friends. Dus kan ik daar ook een beetje door beïnvloed zijn. Maar ik was een beetje op zoek naar een nude kleur. Want ik merk bij filmen, als ik film zeg maar, vind ik het wel altijd fijn om iets meer op mijn lippen te doen. Anders valt het zo weg. En soms ook, hè, de boel gaat weer open. Dus soms gaan we ook weer naar buiten. Dus dit is een kitje met verschillende dingen. Als ze eruit willen komen. Een lip liner. Duurde 600 uur om open te krijgen. Dit is de Rachel lip liner. Waarom zit die dop nog vast? Oké. Een beetje een donkere nude kleur. En dan twee glosjes. Die ik zo meteen gewoon op mijn lippen ga smeren. Deze twee. Een wat rood-bruinere en een wat meer oud-roze. Maar goed, laten we beginnen met de ogen. En nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar deze. Maar gezien de keuze aan oogschaduw ga ik denk ik gewoon het Rose palet gebruiken. En dan wel gewoon een simpele, want dat is gewoon een beetje waar ik voor ga de laatste tijd. Ik denk dat ik ga beginnen met Keyboard in mijn arcadeboog. Ik heb het idee dat, nou ja, ik doe dit nu al heel wat jaartjes, dat echt zeg maar de kwaliteit zeg maar, van de low budget producten echt zoveel beter is geworden. Vroeger als je zeg maar, zo'n low budget oogschaduwpaletje had, dan zag het er heel leuk uit. Maar kwam er eigenlijk in feite niks van af. En tegenwoordig doet het soms niet eens onder voor de dure varianten. En dan ga ik denk toch gewoon in leather pants, want ik vind het gewoon heel komisch, op mijn bewegend ooglid. Daar komt niet heel veel kleur vanaf, zoals ik net ook al zei, maar wel heel veel glans. Dus dan zou je ook eerst een andere kleur onder kunnen doen, zodat het een beetje meer opvalt. Maar ik heb een gewone werkdag. Niet of je aan mijn hoofd ziet dat het nog best wel vroeg is nu. Ik heb een gewone werkdag, dus het moet niet al te circusattractie op mijn hoofd zijn. Circusattractie, kermisattractie, ik kom er allemaal niet meer uit. Mensen. Wat ik al zei, het is nog vroeg. Wat ik een beetje mis in dit palet, en dat vind ik altijd eigenlijk heel belangrijk in een palet, normaal let ik daar ook op, is echt een lichte highlighterkleur. Dat zit hier eigenlijk niet in, dus dan ga ik nu toch Blushing Heart gebruiken en dan de lichtste kleur. En die ga ik in mijn binnenste oog ook doen. Want dat haalt gewoon alles op. Voor dat instant. Ik ben best wel heus wel wakker effect. Wat je als moeder gewoon kan gebruiken in je leven. Ik mag trouwens helemaal niet klagen, maar mijn kinderen doen het heel goed. Ze slapen heel goed bedoel ik. Ze doen het ook heel goed, maar ze slapen ook heel goed. Ja, die glow vind ik, I love it. Ik ga nog een klein beetje donkerder aanzetten in het buitenste deel van mijn arcadeboog. En dan ga ik denk ik voor Juice Box. Anders wordt het misschien, want break zou ook kunnen, maar dan wordt het misschien wel heel een rode look. En ik wil niet al te warme look vandaag, want het past niet bij mijn outfit. Deze vind ik iets vlekkeriger aanbrengen. Dan die andere. Die andere die blenden vrij makkelijk weg. Maar deze iets vlekkeriger. Dan is het nu tijd voor mascara. Mascara. Ik heb de
Sky High mascara van Maybelline. Ik ben normaal eigenlijk meer van volume mascara. Deze geeft ook wel volume hoor, maar deze is eigenlijk vooral voor lengte. Maar ik weet niet, hij leek me gewoon leuk. Dus dat doe ik een keer, doe eens gek. En dan de wangen. Ik ga denk ik eerst een beetje gewoon blush aanbrengen voor kleur. Deze, de Be Creative Makeup, dat is het make-up merk van Issy Paris. In de kleur 03 Precious. En dan ga ik daarna eventjes een beetje gloss doen. Maar ik ben echt wel, zijn zeg maar mensen die niet echt van blush kleuren houden, maar echt een love blush. Kijk, het haalt me zo op. Tenminste, dat vind ik dan. Dus dan ga ik dat blushing hard gebruiken. En nu zoek ik gewoon alles een beetje door elkaar. De glow. I love it. Yes. Oké, en dan nu lippen. Zal ik gewoon een keer gewoon dat kan lip liner doen? Dat doe ik nooit. Ik doe het wel licht, omdat ik het dus nooit doe. Er zit een haar aan. En ik maak mijn lippen ook niet groter, want ik vind mijn lippen groot genoeg. Het is wel echt een hele mooie natuurlijke kleur. Nou, dit zou eigenlijk al genoeg zijn voor mij, zeg maar, qua hoeveelheid kleur. Maar, hè. Oh, ik heb trouwens deze nog cadeau gekregen. Heb ik helemaal niet laten zien. Thank you, staat erop. Dit is de lip gloss in Cupid. Maar ik ga natuurlijk de Rachel gebruiken. En dan ga ik de nude variant gebruiken. Dus deze. Oh, hij ruikt. Oh, hij ruikt naar kokos. En dan is dit de uiteindelijke look met een aantal van mijn nieuwste producten. Ik ben er wel blij mee. Gewoon lekker glowy, heel simpel en snel. Ik bedoel, hoe lang ben ik hiermee bezig geweest? Vooral heel lang met praten, maar met het make-up zelf niet zo heel lang. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Het was dus bijna allemaal, het is allemaal niet gesponsord. Het was allemaal via volgens mij de make-up must-haves. Ik zal het wel even linken. En allemaal, bijna allemaal echt super budget. Dus ik hoop je het leuk vond om te zien. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren. Dat zou ik super fijn vinden. Super bedankt voor het kijken. Doeg!